Eigenlijk onderzoekt ons stuk de rol van de technologie in ons leven als sociale wezens eigenlijk. Sunrise use in my tea kettle steam. Play through glass that keeps out the breeze. Someday we'll learn why we still speak. Ik krijg een telefoontje van de gemeente of ik even mee wil denken over Koningsdag. Ik open dat scherm en ik zie 6 gezichten die op mij wachten. Terwijl ik dacht dat ik een 1-op-1 teammeeting had om wat te brainen over Koningsdag. En die vragen mij dan om even in 10 weken tijd een voorstelling te regelen met dansen en drones. En oh ja, of Chagall dan ook nog even mee kan doen. Want die is artist in residence bij die Effenaar. Nou, ga dat maar eens even combineren. Ja, mijn eerste reactie toen Mark mij vroeg of ik beschikbaar was op Koningsdag, toen ik helemaal niet wist waar het over ging, was eigenlijk, maar normaal sta ik op straat met Koningsdag en dan ben ik aan het feesten. Dus ik weet niet of ik wel ja wil zeggen hierop. Maar toen hoorde ik wat het plan was. En vooral dat ik samen met David en die drone zou gaan werken. En dat, nou ja, dat is wel echt een once in a lifetime. Want ik was gewoon al groot fan. Dus ik vond het echt heel erg bijzonder en heel leuk dat ze dat met mij wilden doen. Voor een deel ben ik denk ook de aanstichter. Ik ben heel lang geleden begonnen met het maken van voorstellingen met een drone. En daarbij had ik eigenlijk al de droom om iets te maken wat zo interactief is als deze voorstelling. Toen we te horen kregen dat we binnen deze tijd dit project moesten opzetten, dachten we eerst van, oh, gaat dat wel lukken? Daar waren we niet helemaal zeker van. Maar toen we echt naar de planning gingen kijken en keken van, oké, wat kunnen we versnellen? Wat kunnen we al samenvoegen om in de ontwikkeling parallel te laten lopen? Toen bleek uiteindelijk wel van, oh, dit kan wel een kans hebben. En toen we eigenlijk halverwege zaten, toen we al merkten van, hey, onze ontwikkeling gaat al supergoed. Toen kreeg ik ook wel echt gewoon het vermoeden van oké, dit kan echt wel goed gaan werken. En dat was echt wel heel leuk om te zien. Oké, ik ga ze op laten stijgen. Duurt even. Oh, er staat er één op de grond. Huh? Dat had ik even niet gezien. Welke drone was dat? Pro drone 1. Oh, drone 1. Hier zo, heeft hij het lastig. Ik weet niet hoeveel tijd er tussen zit. Ja, dit is dus op 3,53. 3,52, dus een halve seconde zit er tussen. Ja, ja, precies. Dus dat is, Ik heb ook dus een track geschreven, speciaal voor deze gelegenheid. En die is eigenlijk helemaal in parallel met de ontwikkeling van de choreografie en de technologie gemaakt. Dus er zit heel veel ook delen van de muziek die we echt tijdens de dansrepetities bijna hebben bedacht. Om van, oh ja, en dan gaat Richelle zo doen, oh dan willen we daar zo'n geluid bij. En dus dat is allemaal echt, nou, normaal werk ik soms wel maanden aan één track. Dit was sneltreinvaart, maar wel ook omdat er zoveel onderdelen elkaar beïnvloeden, kon het ook wel sneller gaan of zo, omdat er zoveel inspiratie was.
Ja, hetgene wat ik graag wil vertellen is de samenwerking tussen ja, dans, technologie en zang. Maar ook wel ja, het spelen met het aan de ene kant het verdelende van technologie en aan de andere kant het samenbrengende van technologie. En dat zit er heel erg in doordat ik een soort muur van drones neergezet heb waar aan beide kanten dansers zitten die toch met elkaar communiceren. Eigenlijk onderzoekt ons stuk de rol van de technologie in ons leven als sociale wezens eigenlijk. We vragen ons af of bijvoorbeeld al die social media die ons zo beheerst, of dat ons wel zo sociaal maakt. En of die schermpjes die we de hele dag in onze hand hebben, of die ons heel erg laten kijken naar de buitenwereld, of ons juist veel meer laten focussen op onszelf, omdat we de hele dag bezig zijn met onszelf weergeven. En dus of is die technologie een raam naar de buitenwereld, waar we van leren, of is het juist een muur die ons afscheidt van de ander? Alle voorwerpen, alle dingen die wij in onze omgeving hebben binnenkort, worden intelligent, gaan op ons reageren. Van je tandenborstel tot het bord waarvan je eet, de stoel waar je op zit, het bed waar je in slaapt. En al die technologie wordt nu toegepast in complexe apparatuur en in zelfrijdende auto's, maar straks wordt alles intelligent. Wat mij vaak inspireert en triggert, is dat mensen aan de ene kant zeggen dat technologie iets kouds is, wat ja, ver van je afstaat, wat een hard, koud, levenloos ding is. Maar wat ik heel erg zie is dat in technologie, wat mij betreft, juist de dromen en verlangen van mensen zitten. En daarmee denk ik dat technologie juist een heel belangrijk stuk cultuur is. Daarin zie je ja, wat eigenlijk voor volk of wat voor soort ja, dier we zijn eigenlijk. Gemaakt waarbij de droomchoreografie computer muziek start op mijn computer. Maar toen bleek dat mijn handschoenen niet meer konden connecten. En mijn vermoeden is dat ook alle data van het mocap systeem deze kant op worden gestuurd en dus de verbinding niet kennen. We moeten allerlei dingen met elkaar laten communiceren. We hebben bijvoorbeeld hier het systeem op positie bepaald en bij de Chagall's handschoenen die moeten ook daarop aangesloten worden. Want daarmee past ze dan de muziek aan die weer hier vandaan gestreamd wordt. En op het moment dat wij dingen naar haar beginnen te sturen, stoppen haar handschoenen met werken. En we weten dat niet meer. Ja, het werkt. In dit stuk stuurt op een gegeven moment de zangeres Chagall de drones live aan. Waar ze dan bijvoorbeeld haar armen gebruikt om de drones aan te sturen. Daar zitten dan ook van die bolletjes op die de positie detecteert van de armen. En dan vertalen wij dat naar een positie waar een drone heen moet. Hoe het systeem werkt is dat we hebben een camerasysteem. Die detecteren bolletjes op de drones. En aan de hand van die bolletjes en de camera's kunnen wij de positie van de drones bepalen. Dit krijgen wij dan weer als input. En dat combineren we dan met de positie waar de drones heen moeten. En dan hebben wij een controlsysteem gebouwd wat daar eigenlijk bepaalt wat de drones moeten doen om daar naartoe te vliegen. Dat kunnen we niet zomaar maken met de technieken die er op de markt verkrijgbaar zijn. En daar hebben wij dus ook zelf ons eigen communicatiestack voor moeten maken. Elektronica was uitgevallen, de software werkte niet helemaal goed, de communicatielaag moest opnieuw gebouwd worden. Ik dacht, waar zijn we aan begonnen? Ja, het is altijd wel een beetje spannend, omdat je nooit zeker weet wat er gaat gebeuren. En er kan altijd wat gebeuren met de drones en met de dansers en met het systeem. Ja, ik ga ze laten landen. Ik laat hem even stoppen. Wat de fuck gebeurde daar? Die ene drone, dat kan wel komen doordat hij inderdaad heel erg schuin wou opstijgen. Zeg maar, dat heb ik inderdaad nooit getest. Wat ik zeg, als hij zeg maar vanaf hier en dan in één keer 30 centimeter omhoog en een meter naar de zijkant moet gaan. Ja. Zullen we dan nu heel even, dan loop ik even met jou mee, dan pas ik gewoon even aan dat ze eerst een stukje naar boven gaan. Ja. Nou, een van de dingen waar ik me wel zorgen over heb gemaakt, als
muzikant en als iemand die gewoon heel erg geluidsgevoelig is, is het geluid van die drones. Die maken een, ja, het is een soort van, één drone is een soort van muggetje, maar als ze er 12 zijn, is het gewoon een, mijn geluidstechnicus net, een koor van paniekerige hamsters. En ik weet nog de eerste keer dat ik ze hoorde, dat ik echt dacht, oh, hoe ga ik dit ooit, hoe gaat dit ooit goed komen? Het moeilijkste vond ik het samen proberen te laten komen van zoveel elementen. Waar ik een beetje bang voor was, is dat, kijk, je kan, haring vinden veel mensen lekker en ijs vinden veel mensen lekker. Maar als je daar een smoothie van maakt, wordt het niet per se lekker. En waar ik een beetje bang voor was, is dat het te veel elementen bij elkaar gezet waren, zeg maar. Ja, het unieke, het lastige hier is dat er zoveel hier samenkomt. Het zijn heel veel verschillende dingen die problemen kunnen veroorzaken. Waar je allemaal rekening mee moet houden, omdat alles volledig automatisch moet. Wat daarnaast ook nog eens extra lastig is, is dat er ook een stuk live aansturing door mensen in zit. Wat natuurlijk altijd onvoorspelbaar is. Want dan kan je niet voorspellen wat zo'n drone gaat doen. En daar moet je ook rekening houden dat alles goed gaat en dat die drones niet tegen de mensen die er echt heel erg dicht in de buurt staan aanbotsen. Een van de moeilijkste dingen om op te lossen is dat je vaak niet weet wat er fout gaat. Dus zoals net ook dat de drones naar beneden vallen. We weten niet waar het probleem zit en dan moeten we dus gaan uitvogelen waarom er nou een probleem opkomt. Maar er is niks in de propeller gekomen, toch? Wacht ik niet, nee. Dat heeft gewoon, ja, oké. Maar dan vind ik het een verklaarbare fout, want inderdaad op het moment dat zijn propeller opgeblazen wordt en hij probeert dingen te doen, dan begint hij gewoon te spinnen. Ja, maar de vraag is, waarom blaast die propeller op? Ja, was die al eerder kapot? Ja, dat weet ik niet. Dat had al een scheurtje in. Nou, zeg maar... Kijk, dit is het punt waarschijnlijk waar de landing ingezet werd. Ja. Waar de landing gestart werd. Maar dus, hè, hij gaat gewoon omlaag, nou, prima. Maar hij gaat ook opzij. Er gebeurt iets en dan moeten we meteen gaan kijken van oké, ligt het aan de computer, ligt het aan de software, ligt het aan de drone zelf, ligt het aan de communicatie. Dus we moeten alles gaan nalopen om te controleren of alles goed werkt. Hoe gaan ze dit fixen? Echt, ik heb daar wel eens 's nachts van wakker gelegen. Jij mag hier wachten, dan vliegen de drones naar de juiste plek. Dan mag jij dan het systeem inlopen en dan moet je heel eventjes een beetje bewegen met je armen zodat het systeem jou weer ziet. Want je bent er dan uit geweest. En dan daarna mag je in beginpositie gaan staan, druk wij op de knop en dan gaat hij jouw rechterarm op. Ja, ik weet wel ongeveer hoe het eruit ziet. Vanuit mijn perspectief zag het er heel raar uit als ik zo deed, want dan gingen ze boven elkaar vliegen en dan ging ze een beetje wiegelen, ja, maar misschien wordt dat nu iets beter omdat ze iets verder uit elkaar. Maar dan kan ik dus beter altijd zo doen. Ja, wat wel het beste is als je je vingers zeg maar gestrekt houdt. Dus niet dit? Ja. Nee, dus ik poppenhandjes. Ja. Oké. Okay. Ik ben heel benieuwd straks met de muziek wat ik nog hoor. Ja, prima, is wel beter. Want als je er echt onder staat, is het echt een kabaal. Ja, dus ik en de dansers zijn echt twee losse elementen visueel in het stuk of en in het verhaal. En dus die dansers die staan eigenlijk voor de mensheid. En ik ben eigenlijk dus het universum of de verteller en de bestuurder van hoe dat allemaal gaat met die technologie. En daarom moest ik wel echt een ander voorkomen hebben dan zij. Ik sta echt in een andere dimensie eigenlijk. En daarom zie ik er ook veel sprookjesachtiger of alienachtiger uit. Ja. Het maakt eigenlijk niet heel erg veel uit in mijn hoofd of je nou beweging maakt voor een danser, voor een pixel in een animatie of voor een drone in een choreografie. Het gaat allemaal om beweging. Ja, verplaatsing over tijd eigenlijk, die op een bepaalde manier een emotie bij mensen hopelijk opwekt. En zo kijk ik er ook naar, hoe kan ik ze inzetten om een verhaal te vertellen. Bij het aansturen van de drones is een van de eisen die David eraan stelt dat het er mooi uitziet. En als wiskundige
kan ik niet definiëren wat mooi is. Dus is het heel moeilijk voor mij om te optimaliseren hoe mijn systeem werkt. Het werd nog extra complex, want David wilde met de behulp van de hand van Chagall die drones laten draaien. Nou, dat had nog nooit iemand gedaan. Wereldwijd heeft niemand dat in een voorstelling ooit laten zien. En ik dacht, dat gaat nooit werken. En wat zien we nu? David heeft dus bedacht dat Chagall met haar hand die drones aanstuurt en dat die drones dan meebewegen. Dat is een hele kleine subtiele beweging. En die drones zitten dan best dicht bij haar en het werkt. Het gaat goed. Dat kan echt niemand. Dit is daarom ook echt een unieke voorstelling. Ja, dit is gewoon een ideale kans voor ons om te laten zien wat wij als CX Technologies kunnen presteren en om te laten zien hoe tof de techniek is die wij gebruiken. Dat de koning en heel Nederland meekijkt, legt natuurlijk de druk wel wat hoger. Maar dat maakt het project ook zo leuk om te doen. Omdat je gewoon weet van, ja, als we dus dit werkend krijgen, dan hebben we een heel mooi staaltje techniek en show opgeleverd wat heel veel mensen gezien hebben. En dat maakt het project ook wel heel leuk. Ja, het is wel belangrijk dat het werkt, maar de magie begint pas als het werkt en je kan daarna je gevoel er weer in stoppen en dat die extra laag er bovenop doen. En zeker ook als ik maar niet meer nadenk over de technologie en me helemaal kan gaan verliezen in dat lied, dat is wanneer we de mensen gaan raken. Chasing, we're only involved. Whatever's between us isn't your fault. Wherever it ends up is where it belongs. Sunrise hues in my tea kettle steam. Play through class that keeps out.